Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1124, met een uitzending voor vandaag, 2 november 2017. Dus op dorte van donderdag. Het plan is telkens om nog steeds snel verder te gaan met de serie over communicatie onder water. Maar na een hele drukke eerste helft van de week is de inspiratie toch wat minder. Dat hindert niet, we gaan vandaag nog even verder met antennes. In het laatste gedeelte gaat dat over steltantennes. Deel 22 van de serie over antennes gaat verder over het zelf maken van antennes. Eén aspect van holtes in antennes die zich kunnen vullen met water heb ik nog niet genoemd. Als bijvoorbeeld de aluminiumbuis van een antenne onderaan dicht is en het water kan niet weg, dan kan dat een groot probleem zijn. Als namelijk het water in zo'n buis gaat bevriezen, dan zet dat uit, net als het ijs dat ontstaat. De krachten die daarbij een rol spelen zijn veel groter dan een metalen buis kan weerstaan en de kans is dan ook groot dat de antenne daarbij scheurt en mogelijk later knakt. Ook hier helpt het aanbrengen van een klein ontwateringsgaatje. Pas daarbij op dat zo'n gaatje niet zo groot is dat het de stevigheid van de antenne ondermijnt, want dan is het middel erger dan de kwaal. In de eerste aflevering van deze serie over antennes heb ik al vermeld dat ik een aantal voorkeuren heb bij antennes. Andere amateurs hebben op basis van hun eigen ervaring mogelijk andere voorkeuren. En dat is ook goed, door een verschillende aanpak is de kans het grootst dat je leuke dingen maakt. Bedenk dus dat ik in deze serie wat meer rekening houd met mijn eigen voorkeuren en dat wat ik vertel beslist niet de enige weg is die naar een goede antenne leidt. Dat ik waarschijnlijk wat meer aandacht heb voor mijn eigen voorkeuren heeft ook een praktische reden. Ik heb vooral ervaring met antennes die ik volgens die eigen voorkeuren heb gemaakt. Mijn belangrijkste voorkeur is dat ik antennes liefst zo eenvoudig mogelijk maak. De reden is simpel, je hebt in dat geval zonder eraan te meten de minste blunders die de werking van de antenne soms flink kunnen benadelen. Een van de antennevormen die ik heel graag gebruik is een open dipool. Ik gebruik daarbij liefst geen balloon, want ik heb ooit wel eens een verkeerde ringmateriaal geleverd gekregen. Die bleek achteraf van een ander merk dan het gewenste merk en die hadden een eigen kleurcodering. Vervolg was dat de antenne het midden hield tussen een dummyload en het gewenste resultaat. Ik heb echt van alles geprobeerd om het goed te krijgen. De antenne verplaatsen, afmetingen veranderen, etc. voordat ik erachter was. Je moet bij het gebruik van een dipool zonder balloon verder wel iets tegen de mantelstromen doen. En daarvoor gebruik ik doorgaans een mantelstroomfilter. Vaak door een stuk van de aangesloten coax op een rolletje te binden, met name op 70 MHz en lager, zal de extra lengte coax door die spoel niet heel veel extra demping geven. Het liefst gebruik ik bij dipolen dan ook nog de inverted V variant. Dat is een variant van de open dipool die ook nog eens keurig 50 ohm is. Zoals ook al eerder gezegd, de inverted V is inverted omdat bij de punt van de V de stroom het grootst is en daarmee ook het magnetisch veld. En dat magnetisch veld is wat je nodig hebt voor verbinding over een afstandje, zodat je die zo hoog mogelijk wilt uitstralen. En vandaar staat de punt omhoog. Inverted V met zo'n mantelstroomfilter heb ik zelf gebruikt voor de hogere korte golfbanden vanaf 20 meter en enkele keer ook voor 40 meter, maar mijn ruimte voor antennes is doorgaans redelijk beperkt. Ik heb zo'n antenne ook voor 70 MHz gebruikt, in dat geval zijwaarts met de punt tegen de glasfibermast aangemonteerd en ook weer met een rolletje coax als mantelstroomfilter. Een dergelijke antenne is grotendeels verticaal gepolariseerd, maar heeft in de zijwaartse richtingen ook nog enig horizontaal veld. Handig voor de tegenstations op 70 MHz die met een horizontaal gepolariseerde antenne werken. Op 4 meter werkt die antenne echt heel goed. Het ontwerp met kroonsteentjes en laststaven gemaakt dat ik zowel lager opgesteld als 22 meter boven straatniveau gebruikt heb, is te vinden op p0ete.nl. Het is een antenne die exclusief coax minder dan hooguit 4 euro aan onderdelen kost. In deel 23 van antennes gaan we nog even door met de inverted V. Zo'n zijwaarts van de mast geplaatste inverted V is in feite dezelfde antenne als wat op 27 MHz als de boomerang antenne bekend staat. Een verkorte spriet met een verkorte radiaal, speciaal bedoeld voor balkonmontage. Het enige verschil is dat de antenne iets gedraaid staat, waarbij de zijwaartse inverted V de bovenste spriet schuin omhoog staat, staat hij bij de boomerang antenne verticaal. De zijwaartse variant van de antenne heb ik ook wel eens op dezelfde manier zijwaarts op de mast op 2 meter geprobeerd. Het probleem is daar dat afhankelijk van de marges bij de uitvoering de lengte van de helft van de inverted V-dipool wat onvoorspelbaar wordt. Ik heb dat wel vaker gezien bij antennes en ik vind het altijd een groot probleem als een goed resultaat door dit soort marges niet reproduceerbaar is. Op 2 meter dus maar beter niet met kroonstenen in de weer. Wat op 4 meter verder bij deze antenne erg opviel, is dat ik de stralen weliswaar tegen een niet geleidende glasfibermast had gemonteerd, maar dat er natuurlijk wel coax naartoe moet, die op zijn minst een stuk parallel aan de onderste helft van de inverted V-dipool liep. Dat merkte je als je de antenne ronddraaide, dus niet aan het stralingsdiagram.
Ook niet als ik de inverted 4 wat lager monteerde en erboven nog een antenne plaatste waarbij ook de bovenste helft van de inverted 4 langs de coaxkabel liep. Het klopt met wat simulaties die ik wel eens heb gedaan. Een zijwaarts van de mast geplaatste rondstraler straalt doorgaans nog altijd keurig in de rondte. Een andere antenne die ik vaak in allerlei varianten gebruik is een eindgevoerde draad. Als ik even kan, neem ik daarvoor een bestemde lengte, een halve golf in dat geval, net als bij een high-end FET voor één band. Een dergelijke antenne heb ik ook eens gemaakt als verticale rondstraler voor 50 MHz. Ook die antenne is gemaakt voor plaatsing in een dunne glasfibermast. De straler bestaat uit flexibel lichtnetdraad van de meest gebruikelijke dikte, bovenaan keurig dichtgemaakt uiteraard. Een halve golf op 6 meter die is krap 3 meter lang. Onderaan de draad heb ik een superklein plastic behuizingje gemonteerd met daarin een P-filter dat bestaat uit 2,5 kwadraat massief lichtnetdraad, een winning of 12, met aan de hoogohmige kant een tronsorstrimmer in plastic met enige plaatafstand en aan de laagohmige kant een postzegeltrimmer. Deze antenne werkt bijzonder goed en is ook redelijk breedbandig. De meest spectaculaire verbinding met het ding was een portofoon op een balkon in Amstelveen en dat vanuit Amersfoort. Die portofoon die werkt op een portofoonantenne. Mobiel antennes werken op 50 MHz nog bijzonder goed, maar portofoonantennes bijzonder matig omdat ze toch wel erg klein worden ten opzichte van de golflengte van een kwart daarvan. Ik heb dus dezelfde halve golfantenne ook vaak gebruikt in combinatie met de zijwaartse inverted 4 voor 4 meter. De halve golf voor 6 meter bovenin en de 4 meter antenne 1 of 1,5 meter daaronder. In deel 24 van de serie over antennes gaat het over antennes die je wilt camoufleren, de zogenaamde steltantennes. Tegenwoordig soms een must met alle tegenstand die je bij de plaatsing van antennes kunt ondervinden. Een voor de hand liggend object is een vlaggenmast of een vlaggenstok te gebruiken. Als je tenminste geen binnenantenne wilt proberen, want voor plaatsing binnen of op balkon heb je doorgaans geen toestemming nodig. Uitzonderingen daar gelaten. Vooral in de VS, waar vanwege een diepgeworteld patriotisme er zelden bezwaar bestaat tegen een oversized vlaggenmast, is het gebruiken van grote vlaggenmasten, van hout of nog beter glasfiber, met een verstopte antenne erin vrij populair. Het gebruik van dun draad kan soms ook heel succesvol zijn, hoewel dat bij de buren toch al wel snel opvalt, zo heb ik zelf gemerkt toen ik mijn twee draadantennes van een derde millimeter dik ophing en twee dagen later bij de buren aanbelde of ze daar bezwaar tegen hadden. Toen bleken alle buren binnen zichtbereik de antennes op een meter of vier hoogte al opgemerkt te hebben. Nog dunne draad is ook mogelijk, maar dan wordt het wel erg kwetsbaar, zodat je het vaker zult moeten vervangen. Het is een beetje een open deur opmerking, maar als je in je tuin objecten hebt waarmee je door plaatsing de antenne vanaf straat minder snel kan laten opvallen, is dat soms ook al genoeg. Nadeel is dan dat de antenne ergens achter soms ook voor het hoogfrequentveld onzichtbaar is. Een leuke constructie vind ik zelf verder voor VHF om met draden op een venster te experimenteren. Het is niet echt een buitenantenne, maar ook niet echt een binnenantenne. Maar met name als je op een flat woont op enige hoogte, kan het erg goed werken. Als het raam een openslaat raam is, kun je er eventueel ook nog iets mee uitrichten. Met name een enkel quad- of deltaloop element leent zich voor een dergelijke constructie erg goed, vanwege de relatieve ongevoeligheid voor andere objecten in de omgeving. Hetzelfde kan overigens ook voor een HF-draad als je bijvoorbeeld een niet te lage houten schutting hebt. Wanneer je de draad langs de binnenkant van de schutting spant, zal er niet snel iemand een antenne in herkennen. Met name voor ontvangst kan zoiets toch bijzonder goed werken. Het wordt voor zenden niet snel een echte DX-antenne, maar voor zenden op korte en middellange afstand gaat het hoogstwaarschijnlijk ook gewoon goed. Ideetje van Wokka Wokka. Nu volgt weer een reclamebericht, vermomd als nieuws. Nee, net andersom natuurlijk. De mannen en vrouwen achter Wokka Wokka hebben al zoals bekend allemaal een wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld in de wetenschap dat er met elektronica geld verdiend kan worden. Maar ter zake, Wokka Wokka dat met een aantal mensen met sandwichborden op de dag voor de radioamateur aanwezig zal zijn, zal op dit evenement meerdere nieuwe producten lanceren. Een nieuw product is bijvoorbeeld de snoepgoedantenne. Wokka Wokka wilde eerst een wegwerpportofoonantenne introduceren, maar wat heb je eraan als je hem moet wegwerpen? In plaats daarvan ziet de snoepgoedantenne eruit als een gewone portofoonantenne. Hij is echter gemaakt van geleidend glucose en heeft de smaak van een zuurstok op de kermis. De antenne die voor eenmalig gebruik bedoeld is, voldoet op de SMA-connector na volledig aan de voedsel- en warenwet. En er zit een handige breukrand op, zodat je de connector na eenmalig gebruik eenvoudig van de zuurstok kunt afbreken. Een ander uniek product dat Wokka Wokka op de dag voor de radioamateur zal introduceren is de handmicrofoon met ingebouwd elektrisch scheerapparaat. Ja, u hoort het goed. Dit product richt zich met zijn handige dubbelgebruik niet alleen op de zendamateurmarkt, maar ook veel breder.
Als je hier de auto voor de stoplichten staat te scheren, dan loop je ook als niet-centamateur al snel het risico dat je een bekeuring krijgt. Dat kan hoog oplopen. Je bent zomaar €120 kwijt als het al niet meer is. Het gebruik van de amateur- of 27MC-microfoon is echter in de auto altijd toegestaan. Zo kan iedereen zich dus weer met een gerust hart achter het stuur scheren. Van dit laatste product, de handmic met ingebouwd scheerapparaat, in goed Nederlands de Rasiermicro genaamd, zullen er op de dag van de radioamateur een eerste 50 stuks te koop zijn. Voor een speciale beursprijs die 20% hoger is dan de winkelprijs. Ja mensen, je moet er iets voor over hebben als je de eerste wilt zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.